begint. School. Nee. Ik heb er best wel veel zin in, want ik leer nu allemaal natuurlijk allemaal internationale mensen kennen. En nou ja, ik ben nu aan het lopen, want het is een klein kwartiertje lopen. Dus het is ook gelijk goed voor de benen. En ik ben benieuwd wat er allemaal te wachten staat. Deze week de oriëntatieweek. Dus we gaan het zien. Ik wil even een groetje van mensen thuis. Mijn vader, mijn moeder. En dat was het. Ja, daar wil ik ook graag een groetje aan doen. Wil je ook een groetje aan mijn vader en moeder of aan je eigen vader? Nee, die niet. Okay. Dus groetjes, jongens. Dit wil jij ook nog zeggen in de camera? Nou, en ook vertellen. Joris, wil je iets vertellen op een nieuwe vlog? Nou. Wil je wat vertellen? Wil je nog de groetjes doen aan iemand? Heel erg spannend. Nieuwe vrienden aan het maken. She's making a vlog. Groetjes aan mijn mama, inderdaad. Iedereen moet even één zin, maar je moet beginnen met je bijnaam. Roet. Roet. Roet, wachtend op de OIB. Nee. Hallo, dit is Ein. Ik ben bijnaamloos Joris bij het OIB. We komen zeer close. Oké, I'm from the talk in English. We've got 4 Finnish people. On YouTube. Yeah, like. Thumbs up. Just don't. Okay. Yeah, I'm gonna shut this down. Bier in de kantine, hebben ze gewoon. Lekker. Oh. Bier in de kantine. Welkom bij mijn bier in de kantine. Hey, proost. In het Kroatisch. 13 kuna per bier. Oké, sipieli. Vertel, hoe is jullie status? Status, single. Mail. Stabiel single. We zitten zeg maar nog steeds op school en er staat genoeg bier op tafel. Kan gewoon en zo. Ja. Ja. Ik merk al dat jouw vlogkunsten nog niet heel erg zijn aangewakkerd. Ja, maar ik ben ook niet al. Ik ben ook... Vergeet niet te liken, subscriben. Blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Je weet het wel. Ja, maar dat is het, hè. Kijk, jullie. Naar mijn vorige filmpje. Die was ook heel leuk. Zo niet meer. Favoriete snack en de friet. Friet aan. Een nasse schijf. Een harde schijf, maar een nasse schijf. Ik vind hem wel origineel. Oké, dat kan ik wel vertellen. Een... om dingen op te staan. Nee. Vertel. Ik wil eigenlijk zeggen gehangst. Gehangst, nou. Die hebben ze denk ik niet in Kroatië. Wie was jouw favoriete snack? Vind ik hem wel speciaal. Hoe zijn we hier überhaupt op gekomen trouwens? Harde frikandel schrijven. Oh ja. Als ik moet kiezen zou ik gaan van een kroketje. Nou, daar is goed over nagedacht. Met mosterd. Oprecht, nu maar gewoon erbij. Dus wij... Het is eigenlijk boekel, niet eens boekel. Je moet het echt leren. Boekool. Aan het einde van zijn. Hier stond dus een weddenschap op van Ruud en mij. En dat was de vraag. Is het fluiten of niet? Oké, okay. Antwoord doe het even voor. Of nee. Stil. Oké. Okay. Komt ie. Het is mijn moeder. Oké. De vraag, dames en heren, is dit fluiten of is dit de hamvraag. Iets anders? School en we krijgen een tour door de stad. Goed je dan mijn moeder. Leuke andere avond, leuke Roet. Wat zeg je? Ja. Roet. Wel Roet. Wat zeg je? Mag je wel vloggen in de kerk, denk je? Ik heb geen idee. Ik ga gewoon... Anouk is ket aan niffen. Heel subtiel naar binnen lopen met de camera. Super hard, een kanon af. Maar dat doen ze dus blijkbaar elke dag hier. Maar iedereen is gewoon redelijk. Helemaal dood. Dat was heel grappig. Ik heb een hartje gezakt. Het is noon at midnight. There is a cannon. Up here. At the cooler, at the tower. It's noon at midnight. It bangs. Shot. My high school was this white building over here. It was fun. Something about yourself. So, hi, my name is Dubravko. I am your Erasmus coordinator in Zagreb. I like sports, although you cannot see it. But I like to watch the police then, and I love traveling, and I'm glad that you're here. Me too, thank me you. Too. We like your enthusiasm. Yes, absolutely. What?
is dit. Play a song and listen to it over the most extra. Wat is dit? Ik weet wel dat pijn aan mol doet. Tunnel vroeger werd gebruikt als opslag van het leger. En in de Tweede en Eerste Wereldoorlog werd gebruikt om te schuilen van de volken. Waarom gebruik je het als opslag voor het leger dan? Waarom gebruik je deze dan? Deze tunnel. Dat moet ik wel weten. We gaan een gordijn door en het regent daar. Hoe kan het hier regenen? En wij hebben een paraplu. Hi. Oh, dit gaat omhoog. We brought an umbrella, we did. Ik denk dat het van een rivier is die hier boven doorloopt. Echt? Ja. Ben je dat? Ja, dat denk ik. Nu lopen, ja. Dit is raar, het regent in een tunnel. Wow. Oké, kijk. Super grappig. Zou het daarom regenen hier? Zodat je die... Oh, stop. Dit was helemaal niks. Hey, daar zit bij mij. Ik haal het dus zelf intypen en dan komt het op de muur. We worden nu getoerd naar allemaal clubs door twee Kroatische jongens. En dan gaan we zuipen. Dus ik zeg alvast doei voor vanavond. Hallo! Ja, onze introductie die duurde dus maar 2 dagen. En het is donderdag, dus we hebben besloten om nog een tripje te pakken naar de kust. Dus we gaan naar Krika. En dus we zijn gewoon weer met de jongens waar we eerst mee waren. Plus nog 3 meer jongens bij aanvulling. Hallo! Ja, gezellig boe. Maar ik ben wel benieuwd. Hoe zo moet jij? Ik ook wel. Ja. Ik moet eigenlijk nog 2. Ik vraag me af of ze er ook nog komen. Maar... Ja, we zijn een beetje wedstrijd. Ja, jongens! Ja, welkom bij mijn vlog! Mocht je dit filmpje leuk vinden, welkom bij mijn vlog! We gaan straks lekker naar. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Blauw duimpje omhoog. Blauw duimpje omhoog. Blijf kom. Feestje, dus allemaal een gala. Ik heb hier alleen mijn sneakers staan, dus ik heb net nog even snel hakken gekocht. En ik ga zo met nog wat jongens even naar het meer, even rustig gaan. Dan eten, klaarmaken en naar een feestje. Chillings. Het is heel grappig, want we reden hier dus voorbij. En toen kwamen we achter dat de club waar we vanavond heen gaan voor ons gala ook hier is. Bij het meer. Hoe fucking vet is dat? Het ziet er wel heel charmant uit, Ruud.